Meteen aan het begin van Vorstenbos staat hier aan de doorgaande weg de Watersteeg deze woonboerderij met hertenwei. En op een zomerse avond in 2013 krijgen de bewoners, een echtpaar van rond de 60 jaar, wel heel ongewenst bezoek. Het is dinsdag 13 augustus. Als het 11:30 is geweest, wil de vrouw de dag afsluiten met een glas rosé. Terwijl haar man vast de buitenbol gaat dichtdoen. Bijna klaar met zijn ronde schuift de man tussendoor even aan bij zijn vrouw aan de keukentafel. En dan, een drama in je eigen huis. Laat je hand zien. Nee, blijf liggen, zei ik. Ze bidt hardop en zegt een weesgegroet op. Misschien dat dat niet de reactie is die de daders verwachten. Want ineens breken zij de woningoverval af en rennen naar buiten. Het echtpaar vreesde voor hun leven en inmiddels hebben ze dan ook extra beveiligingsmaatregelen genomen. Het is opvallend dat de daders zich zo snel uit de voeten maakten. Met als buit alleen de inhoud van een portemonnee. Zeker omdat de overval erg goed voorbereid lijkt. Want de overvallers droegen bivakmutsen en hadden een vuurwapen en tie wraps bij zich. Dus waarom zijn ze zo snel op de vlucht geslagen? Omdat de vrouw hardop ging bidden? We onderzoeken ook andere overvallen in Brabant om te zien of deze daders misschien ook andere slachtoffers hebben gemaakt. En in het onderzoek naar deze overval hebben we inmiddels nieuwe informatie gekregen, onder andere uit het forensisch onderzoek. Maar misschien heeft u die 13 augustus hier wel iets bijzonders gezien wat belang kan hebben voor dit onderzoek. En misschien heeft u wel een vermoeden wie die daders kunnen zijn. Laat ons dat dan weten. Helaas weten we niet veel over het uiterlijk van deze mannen. Ze zijn allebei tussen de 1,75 meter en 1,80 lang en ze droegen tijdens de overval handschoenen, ja, ook wel opvallend in de zomer. De dader met het vuurwapen is stevig gespierd en de andere man zou gewond kunnen zijn geraakt door de fles wijn die het slachtoffer naar hem gooide. De daders konden het huis binnenkomen omdat de man des huizes de serredeur nog niet had afgesloten. Maar het terrein konden ze niet zomaar op. Want waarschijnlijk zijn ze hier vanaf de doorgaande weg over het hek geklommen de hertenwei in en verderop door een poortje het erf opgekomen. En wij willen graag iedereen spreken die daders voor de overval heeft gezien hier op die avond van 13 augustus. En zo zullen ze ook teruggegaan zijn, waarschijnlijk naar de plaats waar ze een auto hadden staan. Want het huis van de slachtoffer staat aan de doorgaande weg, de Watersteeg, en daar vandaan kun je alle kanten op. Heeft u die dinsdagavond 13 augustus in de buurt van de Watersteeg in Vorstenbos iets gezien? Of kunt u op een andere manier meehelpen met het oplossen van deze woningoverval? Bel dan de tiplijn 0800 6070. Anoniem op 0800 7000. En het team Nationale Criminele Inlichtingen kunt u bellen via 079 345 8999.